Wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Voor als je nieuw bent, ik ben Noëlle. Heel erg leuk dat je deze video hebt aangeklikt. En zoals je misschien wel al aan de titel hebt kunnen zien, ga ik vandaag schoonmaken. Yay! Zin in! De nieuwe maand is begonnen, november. Dat betekent ook dat we nog maar 2 maanden hebben voordat er überhaupt weer een heel nieuw jaar begint. Ik vind het altijd heel erg lekker als een nieuwe maand begint. Of een soort van... Het voelt ook wel weer een beetje als een nieuwe periode. Halloween en alles is voorbij. De winter gaat nu echt een beetje beginnen. Het is weer donker buiten. Ik wil ook gewoon in een fijne, schone omgeving zitten. Ik heb ook net een tentamen gehad en een deadline. En ik merk dan gewoon dat mijn kamer echt een troep wordt. En nu wil ik weer wat anders gaan doen. En ik kan gewoon niet werken. Want het is zo'n chaos. En dan krijg ik chaos in mijn hoofd. Niet fijn. Oftewel, tijd om schoon te maken. En het leek me wel heel erg leuk om dit gewoon te filmen. Dus ik ga laten zien wat ik allemaal ga doen. En ik neem jullie daarin mee. Misschien dat het je wat motiveert, inspireert, whatever. Doe ermee wat je wil. Doe alvast een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En dan gaan we nu snel beginnen. Oké, we gaan beginnen. En dat vind ik altijd heel lastig. Want dan, ja, ik heb niet echt een overzicht van wat is handig om mee te beginnen. Ik denk dat ik gewoon ga beginnen met alles een beetje leeghalen. Sopje eroverheen. Daarvoor gebruik ik altijd 2 dingen. Ik heb allereerst deze spray van de Action in de geur rozemarijn en gember. Klinkt echt als een rare combi, maar dit ruikt zo lekker. Hij is wel een beetje kapot zoals je ziet. Hij is helemaal ingedeukt en dit spuitding doet het dus niet meer. Dus ik giet altijd een beetje zo eroverheen. En naast die spray heb ik ook altijd deze doekjes van de Action. Die vind ik ook altijd echt super chill. En er zitten er 80 in één pakje. En volgens mij kost dit echt 80 cent of zo. Dus dit is wat ik gebruik. En nu ga ik de box aanzetten en dan gaan we lekker beginnen. Yeah! watching someone. Oké, alles is schoon. Overal is een doekje overheen gehaald. En het voelt gelijk zoveel beter. Echt heel chill. Wat ik nu ga doen is mijn bed opmaken. Even gewoon nieuw dek overtrekken en zo. Alles fixen. Dus dat ga ik doen. En daarna ga ik nog alle laadjes uitzoeken. Want die zijn echt helemaal overhoop gehaald. Dus ga ik even leeghalen. Kijken wat er allemaal überhaupt in ligt. Wat weg kan. Wat erin blijft. En dan even een beetje ordenen. Een beetje ook een sopje overheen. En dan ben ik echt al super blij. En dan hoef ik eigenlijk alleen nog even te stofzuigen. En wat andere kleine dingetjes opruimen. En dan is het gewoon klaar. Het gaat best snel eigenlijk. Ik ben pas een uurtje bezig. En het is nu al zoveel schoner. Echt top. Inmiddels is het alweer een stuk later. Heb ik alle laadjes helemaal uitgezocht en gesopt en gepoetst. En oh my god, het is echt... Oké, behalve het feit dat daar nu een stofzuiger staat, is het zo schoon en het voelt zo chill. Ik heb morgen ook een productief dagje gepland, dus dan is het gewoon zo fijn. Tenminste, ik weet niet of jullie het herkennen, maar ik vind het zo fijn dat als ik veel te doen heb of ik moet dingen voor school doen of achter mijn bureau, vind ik het gewoon zo fijn als alles gewoon schoon en netjes is. Dat ik ook gewoon weet waar alles ligt. Dus het kostte me even wat tijd, maar ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. En zoals je ziet is het enige wat ik nog moet doen is stofzuigen. Ik weet nou niet of ik het gezegd had, maar ik was even geswitcht van camera. Want ik film nu met mijn grote camera en die kwaliteit is zoveel beter. Omdat het nu al donker is. Maar oké, alleen nog stofzuigen en dan ben ik gewoon klaar. Weer met een schone kamer. Dus ik ben helemaal blij. Als je het leuk vond, doe dan nog even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En laat vooral in de comments weten wat je volgende keer wil zien. En dan zie ik jullie snel bij een nieuwe video. Doei!